hebben alles volgens de wet gedaan. En dan ben je dus in één keer, een paar jaar later, ben je dus illegaal. Oude crimineel. Ja, nou ja, dat kan je dus zeggen dat ik crimineel ben. Maar de grootste criminelen zitten eigenlijk in Den Haag, hè? De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van de regering. In die plannen staat dat de boerderijen moeten stoppen met hun bedrijf. Ja, dit land is verzacht. Ze bakken land af, dan dank je wel. Geen vertrouwen in Den Haag, ze willen geld verdienen. Sommige boeren willen vandaag weer actie voeren. Het kan daardoor druk worden op de weg.